Breda Nu. Je weet het meteen. Wie vrijdagochtend langs de Grote Kerk loopt, herkent misschien het nummer Slow Down van Douwe Bob op het Eurosong Festival op de Kerkklokken. Stadsbaljaardier Paul Maassen speelt een uur lang bekende hits van het festival. Douwe Bob heeft een erg goed liedje geschreven, wat het ook nog eens goed op een carillon doet, op een bijjaard. We zitten nu in de toren van de Grote Kerk, op 65 meter hoogte. En dan direct klinkt er over de hele stad het hitje van Douwe Bob. Hoe ben je nou op het idee gekomen om onder andere Douwe Bob liedjes te gaan spelen? Nou, als stadsbaljaardier speel ik iedere dinsdag en vrijdag. En ik haak eigenlijk altijd wel in op de actualiteit van wat er gebeurt in de stad Breda. Maar ook wat er landelijk of internationaal gebeurt. Of in dit geval Europees. Dus ieder jaar speel ik rond het Songfestival wel de liedjes, de hits van het Songfestival, voor zover er hits zijn. Dingedong, wat heb ik hier nog meer op mijn iPad? Only Teardrops, dat was de festivalwinnaar van 2013, Denemarken. Calm of the Storm deed heel erg goed. Treintje Oosterhuis doet het niet zo goed op een carillon. En misschien is dat ook wel een indicatie dat het daarom ook niet zo hoog geëindigd is. Oftewel, als je anders redeneert, Douwe Bob doet het heel goed op een carillon. Dus misschien net als Calm of the Storm eindigt hij wel weer heel hoog. Wat mij betreft wel. Ga je de 10 seconden stilte die in het nummer zitten, ga je die ook erin zetten? Volgens mij waren het geen 10 seconden stilte afgelopen dinsdag. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar als het 10 seconden waren, dan waren het hele korte 10 seconden. Ik denk niet dat het effect zo erg overkomt. Als stadsbaljaardier of als bijaardier in het algemeen ben je altijd bezig met het bewerken van een liedje. Laten we even wel wezen. Ik ga dat liedje niet zingen. Ik ga het direct op de kerkklokken gewoon spelen. Dus het klinkt sowieso anders. Dus ik doe ook wat anders met het materiaal wat hij heeft geschreven. Dus compleetje refreintje. Ik maak daar mijn eigen draai aan. Toch die 10 seconden stilte erin, hè? Toch maar wel.